Okay, zo, dames en heren, welkom naar de nieuwe video van mij. Het is leuk dat je weer kijkt. Vandaag train ik met Roy. Waarschijnlijk de sterkste man die ik persoonlijk ooit heb gesproken of gekend. Maar laten we kijken wat we vandaag gaan doen. Dus we gaan vandaag, wat gaan we doen? We gaan eerst flat, daarna gaan we decline en daarna incline, gewoon benchen. Daarna gaan we flies doen, onder, boven en beneden. En daarna gaat Christopher het overnemen met de rugoefeningen. Dus dan heeft hij de leiding. Dan gaan we dus hangen, gaan we pull-ups doen. We kunnen helaas geen muscle-ups doen hier aan, dus knallen we ons hoofd tegen het plafond aan. Maar het wordt zeker een echt extreem volume dag vanavond. Het is nu stip 9 uur. Laten we kijken hoe we er aan toe zijn aan het einde. Let's go! Oké, en even een farewell. Als ik vanavond niet overleef, I love you all. It's been nice. Let's go. Oei, 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 alsof het niks is. Alsof het niks is. Lekker man. Yes. Oké, net lekker gerend. Roger heeft de eerste set gedaan. Hoeveel repetities? 21 keer. 21 keer. Besef, als ik opwarm, doe ik hooguit 15. Dus dit is net als teruggaan naar school. Er wordt mij heel wat aangeleerd vanavond over bankdrukken. Safety first. Bam. Eerst even. In hoeverre helpt dit? Ja, voor de verstevering van je polsen is belangrijk. Zodat je, hoe zwaarder je gaat, hoe meer belasting op je polsen. Waardoor je op een gegeven moment echt zwaar last van je pols kan krijgen. Oké. En straks, hiermee dek je dat, zeg maar. Dek je dat. En straks ook met zwaarder bankdrukken voor je biceps en triceps ga ik je ook wat geven. Heb ik ook voor je meegenomen. Okay. Dan ga je ook voelen van, hey, ik heb meer kracht. Ja. Oké, let's go. Je zit op 60 kilo op dit moment. 60 kilo, we gaan nu gewoon wel echt pompen, dus we gaan nu 8 herhalingen. Elke set van 8 herhalingen, denk tot 120, 8 herhalingen. Yes? Oké, let's go. Let's get it. Probeer, je kan altijd, de bank kan je zo pakken. Dan pak je hem wat breder. Je kan hem nog wat breder pakken. En je kan hem smal pakken. Ik pak hem meestal smal, maar ik ga nu breed proberen. Ja. Omdat dat is ter voorbereiding van mijn wedstrijden. Oké, yes? Let's go. Oké, de range of motion is heel belangrijk. Laat hem op je borst komen en naar boven. Dus niet half. Je ziet mensen ook zo bang drukken. Het is half werk, het is niet bang drukken. Het is onzin. Oké. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Ik nog even af, want zoals je aan mijn hoofd zit, ik zweet met de pleuris. Ik heb het echt goed warm, dus let's go. Als je met je buddy bent, ik ben nu met Christopher, zorg dat je altijd hem naar boven brengt als je iets sterker bent. Dus probeer elkaar te pushen. Dat is belangrijk. Ga nooit de persoon eruit drukken. Dat heeft geen nut. Zo word jij niet beter en wordt jouw buddy ook niet beter. Want je buddy moet naar jouw level komen, zodat jullie één zijn. En dan ga je vreed knallen. Dat is het mooiste van... Voor dat vak. Ja? Lekker gezegd. Goed gezegd. Let's go. Wat gaan we nu doen? We gaan nu naar 100. Het is vandaag echt strength day. Ik ga 100 proberen.
En even kijken wat het wordt. Waar je voornamelijk op moet letten met het spotten. Je geeft hem aan, je telt het 3, maar geef hem nooit zo aan. Op het moment dat je hem zo aangeeft, kan hij uit je handen vliegen. Dus geef hem één hand onderhand zijn arm en de andere hand bovenhand. En ik zeg tegen je buddy, ben je ready? Ben je ready? Ready! Tel het tot 3, 1, 2, 3. Yes. Laat los. Ja, push, push, push. Yes. Push. Doe nog niks, doe nog niks. Push, push, push. Lekker. Laatste. Yes. Toch wel vier herhalingen, hè, Mitch? Lekker, man. Ja, ja. Hij zei dat ik vanavond minimaal 110 ga halen. 115. 115. Let's go, I'm excited. Easy. Easy, lightweight. 100 kilo, hè? Lightweight. 4, 5, 6, 7, 8. Woo! Boom. Yes. Dit is toch echt te gek voor woorden, joh. Te gek voor woorden, gewoon te gek voor woorden. We gaan naar de 110. En Christopher, dat is zijn max. Hij heeft net 4 keer gedaan 100, dus het houdt in. Dat is eigenlijk een berekening die je kan maken. Als je 4 keer 100 kan, kan je sowieso 2 keer 105. En 1 keer 110. Maar we gaan die 105 gaan we overslaan. Ik denk dat hij de 110 zeker kan pushen. Ja, 1. Hup. 2. Hup. Yes. Oeh. Push, push, push. Ik doe nog niks. Pushen. Lekker. Dat is pushen. Oké. Dat is pushen. Oh shit. Lekker. 100%, 5% geholpen. Dat is all you. Yes? Hey, word sterker op deze manier dan dit. Geen sport nodig, hè? Nee, nog geen sport. Geen sport nodig, hè? Come on! Let's get it! Woo, easy! Hey! Oi, oi, oi! 2! Come on! 3! Jezus Christus! Dat is toch belachelijk! 4 clean motherfucking reps, nigga. 4! Oké, yes. Let's go. Hoeveel gaan we? Dit is 1 keer. Maar deze moet je helemaal alleen pushen. Hij is minder dan die volgende. Ik moet hem alleen kunnen. Ja? Let's go. Believe! Bam. Afmeten, belangrijk. Kin, bam. Voeten naar achteren, plat. Brug, hol. 3, 2, 1. Bij jou neemt hij het wel allemaal aan. Push, 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 push. Ja, ik heb het, God! Yes! Woe. Boom! 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 Power! Oké, hier wil ik wel een spotter bij me. Christopher geeft hem ook gewoon aan. Dus ik tel tot 3 en daarna geeft hij hem aan. Dat is belangrijk. Geven. Daarna wil ik hem zelf kunnen pushen. 3. Yes. Los. All yours. Up. Oi, 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 maar. Come on! Come on! Hop! Hop! Easy to! Yes! Nice! My god, jongen! Doelstelling is 4 reps. Ja. 100 kilo. Ik weet nog de eerste set dat ik net 100 kilo had gedaan, dat ik dood ging. Maar we zijn er lekker opgewarmd. Techniek is er, dus laten we kijken of het echt daadwerkelijk toepasbaar is. Kijk, deze jongens leggen ook gewoon de spullen gewoon met beleid neer. Het hoeft niet gesmeten te worden, hè? Snap je? Boom. Hij is van jou. Come on! Yes. Kom op. Yes. Hop, 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 hop. Ga nog voor 2, ga nog voor 2. Yes. Kom op. 5. Oh, shit. 6. Laatste. Mooi te maken, 7. Ja, push, 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 push. Yes. Als die woe nog kan, jongen, dan kan hij nog meer, hoor. Zolang hij die woe nog kan. Oh, shit. Oké, hoe voel je nu? Verkracht? Verkracht? Nee, was verkracht? Nee, nee, dan weet je ook niet hoe het voelt. Dat weet ik niet, nee. Het voelt goed. Om meer gewicht te pushen dan dat je normaal gesproken doet. En vooral zien dat je het zelf ook wel kan. En dat het vaak ook tussen je oren zit. En je denkt van nee, dat kan ik niet, of het is gevaarlijk. True. Neem gewoon een buddy mee. Juist. Zoals hem. Nou ja, ik weet niet of je die snel zult vinden, want niet iedereen kan 180 kilo bankdrukken, maar
Er zijn genoeg mensen die sterk zijn. Zijn maatje William. Ik was echt blij toen ik dit de eerste keer had gehaald. Ik heb het 3 maanden geleden heb ik hem gehaald voor 180. Nog met spotter. En ja, vanaf vorige week heb ik hem 5 keer zelfstandig gedaan. Wel met spotter. Dus gaat het nu om hoe ga ik deze handelen met de spotter. Dat is belangrijk. Ik ga hem denk ik sowieso 1 rep doen. Maar we hebben nog meerdere incline en decline benches. Ja. En Christopher, je geeft hem aan met zo'n snack. En misschien een tweede met help. Ja, Jullop. Zodat je even kijkt hoeveel procent je geeft. Dan mag jij mij straks nog zeggen hoeveel procent jij hebt gegeven in mijn tweede rep. Oké, dus de eerste is all you? Ja, dat moet ik in principe. Ik moet dat in principe gewoon kunnen. Ik heb ons vanochtend wel al gedaan, stiekem, van de trainer. Dus ik heb al 180 gedaan 2 keer. 4 keer. Juist. Vanochtend. En daar heb ik niet open. Dit vanzelf. Hij wou het even testen voor de jeugd. Want ja, ik kan, moet ik wel weer zeggen, ik kan niet op mijn bek gaan, weet je. Nee, juist. Ik moet nooit opgeven. Okay. Herhaling, 180 kilo. Real weight, oké? Okay? Oké. 1, 2. Let's go! All you. Up. Easy. Come on. Easy, come on. Oh! All you, brother! Holy shit! Yes. Deze man is insane! Hoeveel hielp je me met de tweede? Niet. Het leek zo, omdat ik hem vasthield. Just to be sure, weet je wel. Voor het geval dat hij naar beneden valt. Maar hij viel niet naar beneden. Het ging heel langzaam omhoog. Ongelooflijk. Ja, dus dit is ook echt de mindset. Yeah. Ik dacht zelf dat hij ook hielp, maar het is gewoon de mindset, weet je. Want dat geeft jou vertrouwen. En als je volledig vertrouwen hebt in je buddy, ga je samen sky's the limit. En dat was andersom met mij en hem net ook, met de drukken. Dat is het. Dat is trainen. Ja, samen. Good stuff, man. Good stuff. Wat gaan we nu die klein doen? Het nadruk op, inderdaad. Dat is netjes, weet je, want je pakt je laatste, pak je hem toch, weet je. Ik zei 2, je pakt de 3 en je uitvoering is ook gewoon goed, weet je. De uitvoering was goed, serieus. Ja, hij was echt netjes. Ja, voor mij, vanuit mijn perspectief, zeg ik nog een beetje shady uit. Maar oefening baart verbetering, dus let's get it. Oké, mensen, we gaan nu naar de incline. Ik heb nu 100 erop. Christopher gaat straks ook zijn max halen 100. En ik ga denk ik naar 140, 150, 160. Misschien 200, maar ik denk dat niet. Ja, we gaan nu gewoon even rustig doen. Let's get it. Laat hem op je bosje komen.
8. Zat je al op. Bro. Eerste set is klaar. En nu naar de tweede set. Let's go. Easy. Hoeveel was dat? 120. 120 kilo? Ja. God damn, son. Oké, 4 keer. 1. Laat je borst. Op je borst, op je borst. Laatste, laatste, laatste. Laatste. Push, 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 push. Netjes. Heavy duty. Hij is wel lekker. Maar als je zeg maar zo zwaar bent gegaan met flat bench press, volgens die klein en nu incline, gekke werk. Maar het werkt. Dit is 60, 120, 140. 140 in klein. What the fuck, ou? 1, 2, 3. Los. Easy. Hop. Woo! Let's go! Up! That's it! Come on! Easy! Easy way. What the hell, bro? Come on! Yeah! Power! We gaan nu 100 incline proberen. Even een klein beetje voor jullie. Ik heb het nog nooit eerder gedaan. In ieder geval niet met incline. Wel met flat natuurlijk, maar incline was mijn hoogste 80 kilo. Dat vond ik al zwaar genoeg. Dus we gaan kijken of het vanavond lukt. Help hem eigenlijk 100% met optillen. Dan heeft hij genoeg. Push, push, push. Pushen, pushen, pushen. Kom maar, ik ben er niks. Push, push. Hop. Netjes, netjes. Dat is die kracht die je nu hebt gegeven volgende week. Heb je hem, 100. Dat is de kracht, die moeten je spieren voelen. Anders ga je niet omhoog. Ja, ja, wat heb je erop te zeggen, Mitch? Ja, ik kan het niet al. Hij is een beest, hè? Ja, ja, man. Niet normaal. Respect, hoor, respect. Ja, man. Oké, this is a new one. New chapter. Dit is na flat en decline. Dan gaan we even op incline. Ik ga het hier gewoon meegeven en mee naar beneden. Ja. 1. 2, 3. Op, 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 op. Push, push. That's it. Holy shit, man. You're insane. Hoeveel procent? Ja, ik denk 25%. Dat is netjes. Ja. Maar het is gewoon moeilijk om die opmerking niet te hebben. Ja. Goed helpen. Maar de opslag is goed uit te gaan. Ja, dat is gewoon een opslag te maken. Dat is wel goed. Alright, wat gaan we doen? Ja, we gaan flies doen. Ik ga eerst low beginnen, daarna middel en daarna upper. Het is een super set. Alles acht herhalingen. Daarna gaat je buddy dat gelijk doen. Is je buddy klaar, moet jij er gelijk achteraan. Dus alles moet op snelheid. Ja? Kortop, geen rest. Geen rest. Let's go. Let's get it. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Uh-huh. Flying up and above. Uh-huh. Wish on a star. Uh-huh. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Woo! Shooting stars. Didn't even get to cross. Moving too far. Get to class.
shooting star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate with my strategy. When that's enough, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate with my strategy. When that's enough, then I just have to leave. Yeah, yeah, yeah. Shoot, shoot. Yeah, 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 shoot, shoot. Yeah, 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 shoot, shoot, shoot. Yeah, 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 shoot, shots up. Fuck.